Nieuwmond Suriname gaat plaatsen waar zij gebruik van heeft gemaakt terugbrengen in de staat waarin zij die heeft aangetroffen. Dat doet het bedrijf door opnieuw bomen te planten. Dit mochten mediamedewerkers meemaken tijdens de rondleiding in het Merian-gebied. Het goudbedrijf is reeds begonnen met de herbeplanting van een terrein van 1 hectare. De locaties worden borrowpits genoemd. Borrowpits zijn plekken of plaatsen waar er materiaal vandaan is gehaald, zoals zand of grind, voor onder andere het aanleggen van wegen en bermen, zegt Kamal Kodabaks, supervisor milieuaangelegenheden van Nieuwmond Suriname. Gewoon om het ecosysteem terug te bouwen naar wat het was voordat we het hebben gestorven. Waar we kunnen, en dit is wel het leuke van Mother Nature, is soms vereist het niet veel van ons. Sommige areas waar het soil heel veel stikstof heeft, hoeven wij niks te doen. Mother Nature just takes its own course. Het gras begint zelf te groeien, bomen beginnen zelf te groeien. Dus waar het kan, laten we dit en dan wij voegen dan gewoon toe bij. Waar het al begroeid is, laten we het precies zo. De daaromliggende omgeving waar het moeilijk gaat, die gaan we dan aanpakken. En dat is dan teruggaan op de derde punt hier, where planting is required. Dan gaan wij dan dat toepassen. En wat we gaan proberen te doen is altijd een van onze standaarden. We proberen altijd de reclaim areas die we doen zo best en zo goed als mogelijk terug te brengen naar zijn natuurlijke staat. Het goudbedrijf wil voor het eind van dit jaar 10 hectare terug hebben gebracht in de natuurlijke staat. En in 2020 wil Nieuwmond 34 hectare van de borrowpits hebben herbeplant met ongeveer 20.000 bomen. Dit is een van de Nieuwmond standaarden, zegt Kodabaks. Het is ook onze plicht om een plek waar wij gewerkt hebben terug te brengen naar de staat waarin wij die hebben aangetroffen, benadrukt hij. We hebben 4 borrowpits geïdentificeerd om te reclaimen. Borrowpit 1, 2, 3 en 4. We zijn nu momenteel bij borrowpit 1. Wat ongeveer een area heeft van 1 hectare. Is het momenteel hier. En we gaan ook een beetje focussen op de revegetation aspect ervan. Want dat is eigenlijk een key aspect ervan. Revegetation doen we niet zomaar. De eerste stap moeten de plant identificeren die we hier naar binnen mogen brengen. Want je wil geen invasive species hebben of planten die eigenlijk niet voorkomen binnen het natuurgebied hier. Er is dan een studie uitgevoerd, namelijk de ASIA en door een secundaire consultant, geïdentificeerd welke planten hier voorkomen en dan daaruit hebben we een keuze gemaakt. De keuze bestaat uit 9 tot 10 species, waarvan 3 endfixers zijn. Endfixers is gewoon een mooie term die wordt gebruikt voor planten die het grond kalm zetten om stikstofarme soil om te zetten naar stikstofrijke soil. Kamal Kodabaks, supervisor milieuaangelegenheden van Nieuwmond Suriname. Hij sprak over het herbeplanten van plaatsen waar het bedrijf gebruik van heeft gemaakt.